Ik dacht dat dit gaat nooit 8 minuten duren. Maar ik heb toch op snoes gedrukt. En dat duurt 8 minuten. Ja, ik denk, ik druk op snoes, dan kan ik nog even zien of het een beetje aangekomen is. Nee, ik kon geen wekker kopen, denk je. Nou, ik sta heel veel wekkers, ik kan geen keuze maken. Er komt zo'n man met zo'n vlotte babbel. Ik zeg, wat is het verschil tussen al deze wekkers? Nou, hij zei, je moet er in ieder geval één met snoes hebben. Oké. Okay. Wat is dat dan nou? Als je erop drukt, heb je 8 minuten extra slaap. Ik dacht, nou, dat is eigenlijk vaak precies waar ik behoefte aan heb, vlak nadat de wekker is afgegaan. Dus het leek mij een waanzinnige uitvinding. Dus ik naar huis, maar wat blijkt, het is dus helemaal niet 8 minuten extra slaap. Het is gewoon 8 minuten minder slaap. 8 minuten waarin je denkt, shit, ik moet over 8 minuten wakker worden. Maar ik heb nog 8 minuten, echt slaap heeft eigenlijk geen zin meer. Dat is snoes. Als ik een advies mag geven. En mensen van de snoesindustrie, die hebben dat liever niet. Als je 8 minuten langer wil slapen, moet je de wekker gewoon 8 minuten later zetten. Want dan word je niet eerst wakker gemaakt, maar dan heb je echt 10 minuten. En dan slaap je lekker. Maar dat, ik heb dat eens op internet gezet, de volgende dag is eraf. Dat is, willen ze niet dat je dat weet.